Goedendag, mijn naam is Martijn Visser en in deze tiendelige Katwe-webinarreeks neem ik u mee in de belangrijkste vernieuwingen van SOLIDWORKS 2020. Zoals ieder jaar zijn de meeste vernieuwingen gebaseerd op gebruikersverzoeken en daarbij ligt dit jaar de focus op hogere prestaties, gestroomlijnde workflows en betere connectiviteit. Vandaag gaan we kijken naar prestatieverbeteringen voor het werken met grote samenstellingen. Ten eerste komt de gebruikersinterface aan bod. Daarna een nieuwe mogelijkheid voor het openen van grote werktekeningen. en Aansluitend verbeteringen voor het werken met grote samenstellingen. En tenslotte een slimme werkwijze met externe referenties voor optimaal samenwerken in grote samenstellingen. Bij de user interface valt vooral de vernieuwing in het open window op. Maar ook het gemak waarmee features in mappen kunnen worden beheerd springt eruit. Laten we eens gaan kijken hoe dit eruit ziet in SOLIDWORKS 2020. Ten eerste is de type list een stuk groter en beter georganiseerd. De nieuwe mode-slider geeft een beter beeld over de manier van openen van de samenstelling, zoals Lightweight en Large Design Review. Verder zijn de mogelijkheden voor het aanpassen van de Command Manager en andere toolbars beter georganiseerd in fly-out menus. En voor nieuwe en sporadische Gebruikers zijn de tooltips uitgebreid met afbeeldingen of zelfs animaties. En dit zorgt voor een beter begrip van de vele functies. Mappen worden veel gebruikt om de feature tree overzichtelijk te houden. In SaltWorks 2020 is het mogelijk om meerdere opeenvolgende features in één keer in een map te slepen. Dat bespaart een boel muisklikken. Ten slotte is het mogelijk om in het materiaalmenu te kunnen zoeken naar materialen. Dit maakt het makkelijker om het materiaal te vinden dat u wilt toekennen. Met deze vernieuwingen voor de gebruikersinterface wordt uw dagelijkse werk weer verder versneld. De laatste jaren is er veel ontwikkeling geweest om samenstellingen sneller te kunnen openen en te bewerken. Maar veel gebruikers ervaren ook prestatieuitdagingen met werktekeningen. Daar komt het SolTrix 2020 nu verandering in met de introductie van de nieuwe detailing mode. Hiermee kunnen grote tekeningen snel worden geopend en is het ook mogelijk om tot op een bepaald niveau deze te kunnen bewerken. Tijdens het openen van een tekening kan er gekozen worden voor de detailing mode. Hierdoor worden grote tekeningen in seconden geladen. Het 3D-model wordt namelijk niet geladen en de drawing views blijven intact. De Detailingmode mode is daarmee perfect voor het snel openen van tekeningen, voor het aanbrengen van kleine wijzigingen of voor controle. Individuele sheets laden snel en de tekening kan ook worden afgedrukt. Maar gelukkig zijn er ook wijzigingsmogelijkheden aanwezig, zoals het aanbrengen van wijzigingen aan annotaties of maatvoering. Notes kunnen worden toegevoegd en deze kunnen ook nog steeds gewijzigd worden in de detailing mode. In dit geval voegen we een opzomming toe en maken we tekst dik gedrukt. Deze sheet is nogal druk en als bij een volledig geladen tekening is het nog steeds mogelijk om views te verschuiven. Maatvoering kan ook worden verplaatst en daarnaast is het mogelijk om views te knippen, kopiëren en plakken. In dit geval maken we een nieuwe sheet aan en plakken het geknipte view op deze sheet. Ten slotte ordenen we de maatvoering opnieuw. Ballonnen kunnen worden toegevoegd of opnieuw worden gepositioneerd en hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van de magnetic lines. Verder kan de maatvoering worden toegevoegd zoals we dat gewenst zijn. In dit geval definiëren we de positie van de gaten. Voegen we de gatafmeting toe. Waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van het Dimension Palette. En tenslotte gebruiken we de Format Painter om de toleranties over te nemen. Revisietabellen, symbolen en wolken kunnen ook worden toegevoegd, zodat wijzigingen kunnen worden gecommuniceerd. En als we klaar zijn, kunnen we de tekening opslaan, ongeacht op wat voor manier de tekening de volgende keer wordt geopend. Ten slotte kan de tekening ook worden opgeslagen in vele andere formaten voor communicatie naar externe partijen, zoals DWG, JPEG en PDF. Met behulp van de detailing mode wordt werken met grote tekeningen weer een stuk leuker omdat ze sneller openen en makkelijker bewerkt kunnen worden. SOLIDWORKS 2019 introduceerde de edit modus voor de Large Design Review Mode. Dit maakte het mogelijk om grote samenstellingen snel te kunnen openen en tot een bepaald niveau te kunnen bewerken. Zoals het toevoegen van componenten, het bewerken van mates en het opslaan van deze wijzigingen. SolidWorks 2020 breidt deze mogelijkheden verder uit, zodat het werken met grote samenstellingen steeds makkelijker wordt. Ten eerste kan de tabtoets nu gebruikt worden voor het verbergen van componenten. En bij het toevoegen van mates kan er nu ook gebruik gemaakt worden van referentiegeometrie zoals planes. Shift tap kunnen we weer gebruiken voor het tonen van verborgen componenten. En verder is het mogelijk om componentpatronen toe te voegen in de samenstelling. Dit beperkt zich nu tot de lineaire en de circulaire patronen. Op deze manier kunnen steeds meer werkzaamheden in de Large Design Review worden geplaatst, plaatsvinden. Uiteindelijk gaat dit leiden tot steeds meer comfort voor de omgang met grote samenstellingen. Met de introductie van SolidWorks 2020 is het nu ook mogelijk om meer controle te hebben over de aanmaak van externe referenties. Mogen deze namelijk naar alle componenten worden gemaakt of enkel naar envelope componenten? En mag dit plaatsvinden in de top-level assembly of enkel op sub-samenstelling niveau? Dit heeft ook in zekere zin te maken met de volgende vernieuwing. Het is namelijk mogelijk om envelope componenten te maken vanaf top-level niveau, waarbij deze direct in een sub-samenstelling worden verwerkt. Het voordeel is dat envelope componenten geen massa-eigenschappen hebben en niet op de stuklijst belanden. Hierdoor zijn ze ideaal voor het definiëren van externe referenties. Via de envelope publisher kan ik een component aanwijzen die ik als envelope wil gebruiken. Vervolgens kies ik de subsamenstelling waar hij verwerkt in moet worden. Als deze subsamenstelling vervolgens wordt geopend, kunnen we zien dat het component daarin is verwerkt als een envelop. De groene kleur maakt dit ook duidelijk. Hierdoor kan ik de positie van de arm op dit niveau vastleggen zonder dat ik daarmee een referentie aanmaak op het topniveau van de samenstelling. En als we terugkeren naar de topniveau samenstelling, kunnen we gaan zien dat de positie uiteraard netjes update. Door de envelope-publisher is het mogelijk om alle verwijzingen op één niveau te houden. Dit zorgt ervoor dat er makkelijker kan worden samengewerkt in grote samenstellingen, waarbij alles uiteindelijk goed in elkaar past. Zoals we hebben kunnen zien biedt SaltWorks 2020 een boel verbeteringen om de prestaties van grote bestanden verder te optimaliseren. Met de updates in de gebruikersinterface wordt uw dagelijkse werk verder versneld. Met behulp van de detailing mode wordt werken met grote tekeningen weer een stuk leuker, omdat ze sneller openen en makkelijker bewerkt kunnen worden. De nieuwe mogelijkheden van de Large Design Review mode zorgen ervoor dat we een stuk comfortabeler kunnen werken met grote samenstellingen. En de nieuwe Envelope Publisher zorgt ervoor dat het werk van verschillende engineers uiteindelijk op het hoogste niveau goed in elkaar past. Daarmee ben ik aan het einde gekomen van dit webinar. Bedank ik u voor uw aandacht en nog een fijne dag gewenst.